we hebben eigenlijk online ook eens een oproep gedaan naar de mensen die ons programma volgen, omdat we het ook wel interessant vonden dat de jongeren thuis zelf ook vragen konden stellen aan dus iemand succesvol als jezelf. En Lana die vraagt, beslis jij alleen? Heb jij de macht om alles te beslissen of is het in samenspraak met anderen? In essentie beslis ik niks. In essentie beslist de kijker. En ik moet weten wat de kijker wil en wat de rol is van een openbare omroep. En ik zit daar gewoon tussen. Ik ben een scharnier ertussen. En ik zet mij altijd in de plaats van de kijker, in de plaats van de openbare omroep en in de plaats van de zender. En dan probeer ik de gatekeeper te zijn, die tussen de beiden. Maar bijvoorbeeld de televisiezenders waar u dan een gatekeeper van bent, zijn dat dan niet gewoon uw zenders? Nee, ik ben de zender. Ik heet misschien Jean-Philippe de Tender, maar ik ben niet Jean-Philippe de Zender. gelukkig, maar ik ken dat doelpubliek. Ik weet wat EN is een breed familiepubliek. Canvas is voor een gerichter publiek gericht. Ik weet wat die mensen willen. Ik weet wat de rol is van een openbare omroep. Ik heb daar een historiek in opgebouwd. Het is een merk. Het is een merk waar je mee bezig bent. Het is een programma-schema. Daar timmer je aan. Maar uiteindelijk beslist de kijker of het goed is of niet goed is. Dalumi Amal die vroeg zich af van... stel je ziet mijn programma-idee. Hoe begin je daaraan? En hoe zorg je dat dit een succes wordt? Wel, je moet je programma-idee kunnen samenvatten in... één lijn. De kern van een idee moet je lezen in het programmablad. Als je in de krant kijkt, dan moet je idee kunnen samenvatten in één idee. In één zin. Zolang je het niet in één zin kunt samenvatten, ja, dan raak je er niet. Wat is nieuws? Nieuws, dat zijn de feiten van de dag. Wat is ter zake? Dat is duiding bij de feiten van de dag. Dus je moet alles in één zinnetje kunnen vatten. Zolang dat niet lukt, denk ik, dan is het idee veel te complex nog. Kevin Huurts die vraagt of je spijt hebt van zekere zaken. Spijt om iets goedgekeurd te hebben terwijl het een flop is geworden. Ik maak vergissingen. Ik maak elke dag vergissingen, maar ik vind dat op zich niet erg. Het grootste risico is geen risico nemen. En als je verlamd wordt door angst en bang bent van oh, dat kan mislukken, dat is niet goed, ja, dan ga je nooit een stap zetten. En ik nodig mensen altijd uit om buiten de lijntjes te gaan kleuren. Maar ik zeg altijd, je moet strategisch buiten de lijntjes kleuren. Je moet weten waar de grens ligt en waar je over de grens bent gegaan. Wat ik ook een heel interessante insteek vond van Kevin, die zei ook van, hebt u nog nooit een reeks aangekocht waarvan u zegt, nee sorry, we doen dat niet, die dan op een andere zender gigantisch heeft gescoord en waarvan je dan spijt had van? Uiteraard neem je verkeerde beslissingen. Ik heb ook al programma's geweigerd of niet besteld en dan die soms op een andere zender gezien. Maar ja, je moet daar niet eindeloos om treuren. Bedoel, je hebt soms maar een paar kansen of een paar mogelijkheden. En ja, dan kies je in functie van het slot dat beschikbaar is en zeg je ja of nee. Ik denk, soms moet je het verleden achter je laten. Je moet wel lessen trekken uit het verleden, maar je moet je horizon altijd voor je hebben en opnieuw beginnen leren uit je fouten. Nieuwe kansen grijpen. Thijs, die zou graag weten wat uw favoriete programma is. Ik kijk naar heel veel programma's heel erg graag, maar ik ontspan mij echt met fictie. Ik kan genieten om in de zetel te zitten, achterover te liggen en dan helemaal op te gaan in een spannend verhaal. Ik heb het getriggerd door eigen kweek. Ik heb het voorrecht om alles op voorhand te mogen zien. Ik heb alle afleveringen tussen gezien en ik ga terugkijken straks wanneer het gewoon wordt uitgezonden. Kijk met de kijkers. Janne Joris die vroeg zich af van laat jij je keuzes beïnvloeden door je eigen mening, de mening van anderen of ben je aan strikte regels verbonden? Uiteraard telt mijn mening niet. Ik heb misschien wel een goed gevoel voor wat goede televisie is of wat goede televisie is op een bepaalde zender. Maar je werkt altijd in functie van je doelgroep. Stel dat ik nu een liefhebber ben van golf, ja, dan ga ik toch niet beslissen om op 1 om 7:45 golf uit te zenden, omdat ik nu een golfliefhebber ben. Dat werkt zo niet. Dus je moet altijd rekening houden met het doelpubliek en de zenders in spelen. Het doelpubliek en de kijker. Soms is het goed om je een beeld te maken van wie die kijker is. Ja, voor één is dat makkelijk. Eén is een heel grote tafel. En rond die tafel zit uw grootmoeder die graag
stoofvlees met frietjes eet. Je ziet uw broer, die een Italië-kenner is. Zitten de kleine kinderen liever houden van bouletjes met frietjes. En toch moet je een maaltijd maken voor al die mensen. Moeten al die mensen aan tafel aan zijn. Ik heb vandaag lekker gegeten. Als je voor je zender of voor je programma een bepaald publiek voor ogen kunt houden en dat publiek goed kent, misschien mensen op naam, dat je weet, want het is mijn buurman, het is mijn buurvrouw of het is mijn beste vriend, ja, dan maakt het makkelijker om die kijker voor ogen te houden. Layona Versini die vroeg zich af van censureert de VRT. De VRT censureert niet. Ik bedoel, wat de VRT wel doet, is als je een programma bestelt, ja, dan moet het passen bij dat doelpubliek. Ik bedoel, één is een familiezender, moet door kinderen kunnen bekeken worden. Dus verwacht je dat die programma's gemaakt worden, dat ze ook door iedereen in het gezin kunnen bekeken worden. Als dat niet gebeurt, ja, dan grijp je natuurlijk in. Maar censureren is iets aan het eind van de rit. En dat vind ik niet leuk. Als je een goede discussie hebt gehad in het begin over wat je verwacht, als je de zender kent, als je de relatie tussen zender en productiehuis goed kent, ja, dan is de kans dat je moet censureren onbestaande eigenlijk. Love me.